Overheter in pakt vandaag hele belangrijke punten in de strijd. Lijsbouw wordt gewonnen met 2-0 van Victoria 28. Trainer Robert Slinkman. Ja, je zei het zelf al, sinds oktober niet meer gewonnen, nu wel. Ik had ook de hele wedstrijd zoiets van, ja, de 1-0, oké. Maar uiteindelijk zoiets van, het is niet zo dat jullie echt in gevaar zijn geweest. We waren wel wat gevaarlijker, maar uiteindelijk een terechte overwinning. Ja, wel een terechte overwinning, maar goed, wat ik al aangaf. Het zelfvertrouwen daalt bijna naar het vriespunt. Dat is het weer vandaag buiten. Niet veel gewonnen, dus iedereen snakt naar een overwinning. Die pakken we dan vandaag ook. Ik vond er niet heel veel klassenverschil tussen beide ploegen zitten. Maar er waren wel momenten wat doortastender. En ja, goed, hebben we dat uiteindelijk tot het eind van de wedstrijd gewoon goed uitgespeeld. En ja, ik moet wel zeggen dat we allemaal wel opgelucht zijn. Ja, want zeker, je moest de afgelopen weken moet je steeds meer puzzelen omdat ja, niet fitte of spelers niet beschikbaar zijn. Dat maakt het lastig, zeker in de periode waar jullie de punten moeten pakken om uiteindelijk het vertrouwen weer terug te krijgen. En dan begin je vandaag met Oscar en met Henry. Die hebben het goed gedaan, denk ik. Ja, die hebben het goed gedaan. Dat is keihard gewerkt. Dat is ook een voorwaarde natuurlijk om wedstrijden te kunnen winnen. Dat je alles geeft en doet. Nou, Oscar Kappert inderdaad vandaag voor de eerst gespeeld. Heeft het gewoon goed gedaan, vind ik. Het is dan wel na een uur is het op en dat is ook geen schande. Henry, hetzelfde verhaal, ook gesleurd, veel duels gewonnen. Zat er ook na 70 minuten doorheen. Blij dat de jongens die daarin kwamen het ook niet minder maakt. En gelukkig die wedstrijd nog met 2-0 binnensleept. Ja, want er gebeurt er ook nog in hun. Ik weet dat hun minder in eenheid zijn dan jullie. Gebeurt er onderling wat? Spelen die hun eigen trainer uitschat, dan moet het bij jou niet gebeuren, denk ik. Nee, ik vind dat sowieso ook niet kan. Dus het is respectloos wat er op dat moment ook gebeurt. We hebben er even naar gekeken met verbazing. Daarna even de concentratie weer voor het einde naar de wedstrijd voor ons. Victoria is een ploeg die van emoties aan elkaar hangt. Daar hebben we ook gezegd, daar moeten we vandaag voor waken dat we daar niet in meegaan. Agressief in de duels gaan zitten. En zorg maar dat daar de kaarten gaan vallen aan de andere kant. Ja, dat hebben we gewoon goed ingevuld. Een scheidsrechter die een hele goede wedstrijd floot. Dat ook goed kort opzag. Misschien wel iets vaker een kaart had kunnen geven. Maar goed, al met al dik tevreden. Ja, want nu speel je donderdag oefenwedstrijd tegen Weijen. Dan komt over 2 weken na de carnaval Robu weer. Ook zo'n wedstrijd die je van zegt van ja, 6 punten duur. Ja, klopt. De winnaar zal aansluiten bij de middenmoot. Die kan voorlopig eventjes naar boven kijken in plaats van naar onderen. Uit Robu waren wij ook een stuk sterker, onverdiend verloren door de discutabele beslissing. Dat moeten we nu gewoon recht gaan zetten. Het vertrouwen wat we vandaag hebben opgedaan, moeten we dat over 2 weken gewoon hier gaan klaren. Moet je dat zien over 2 weken? Eerst als donderdag de oefenwedstrijd tegen Weijen, maar vandaag hele belangrijke punten in de strijd voor Lijsbouw. Ja, absoluut.